de A-klasse. A-finale. 1-6, Justin van Uden. 8-0, Juf van Brussel. 6-5-2, Dino Wittens. 6-3-1, Tim Poppelaars. 8-3, Bob van der Zand. De plank valt weg en gas erop. En we gaan eens even kijken hier bij die tweede serie heuveltjes wie de eerste is. Ik zie de nummer 1-6, Justin van Uden, die als eerste zijn voorwiel op die eerste tweede heuveltjes. En zo gaat Justin door de bochten. Maar dan wordt het aanval ingezet. Kijk, dat is power. Je vliegt volgende vanaf, maar je gaat ook weer heel snel proberen op de fiets te komen. De 16, Justin van Uden, blijft op de eerste plek. We lopen even naar de andere kant om te kijken. Wie is er dan 2 en 3? De nummer 80. Die maakte nou een flinke crash, Jur van Brussel, maar die zit er weer op zijn fiets. Dat was een power, want hij maakte echt een flinke crash. Hij zit er weer op. De 6.52 op de tweede plek. Die nog een trappen. De 6.31 op de derde plaats. Tim van Poppelaars. En ik wil toch wel even een apart applausje voor Jur van Brussel. Want u heeft het misschien niet allemaal kunnen zien, maar hij maakte echt een flinke kopbal daar. En hij ging gelijk weer op het stalen bos en door. Hele mooie rit bij de boys.